Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Er zit flink wat opklaringen boven Nederland. Dat betekent dat de zon schijnt, maar we zien op de satelliet ook wolken. En daaruit vallen een paar felle buien. Ze zijn kort maar krachtig. Hier en daar met flink wat water. in korte tijd. En ook kans op onweer. Vanochtend gaat dat zo lang een beetje door. Een enkele bui, ook zonnige periode en 14 graden. Vanmiddag wordt het 17 graden. En ook dan kan een enkele bui gepaard gaan met onweer. Tussendoor nog steeds ruimte voor de zon. Een matige tot krachtige wind. Windkracht 4 tot 6. Vanavond blijft dat zo. In het binnenland worden de buien minder actief, maar langs de kust blijven ze mogelijk. En dat is ook in de nacht het geval. Morgen pas in de loop van de dag een afnemende kans op buien. Eh, onweerskansen zijn er waarschijnlijk al wel eerder uit. En tussendoor is er nog altijd ruimte voor de zon. De wind blijft zuidwest, temperatuur op een magere 16 graden. En dan gaan we naar de woensdag: dat wordt een herfstdag met misschien wel een eerste herfststorm in het noordwestelijke kustgebied. Het waait sowieso hard tot stormachtig. En er komen windstoten voor zo van 95 km per uur. Diepe landinwaarts is het iets kalmer. Eerst valt er regen, later een enkele bui en klaart het wat op. En vanaf donderdag wordt het rustiger. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.